Nou, het zou toch eens een keer zondag zijn. En niet zaterdag, waarop wij een goeiedag opnemen, Wouter. En nu het zegt, ik dacht van, oh ja, zondag. Ja, lieve kijkers, welkom bij deze zondagse goeiedag. Ik heb jeuk aan... Goeie zondag. Goeie zondag, ja. Goeie zondag. Of, ja, of zongoeiedag. Kijk eens wat voor mooie berg met hele leuke, vermakelijke spelletjes we hebben gehaald. Voor 2 handhelds en 3 consoles. Ja, dus lekker gevarieerd. En ik dacht van, weet je wat, ik kan wel even bij PlayStation 3 blijven. Ik bedoel, er zijn ook mensen die alleen maar voor de Dreamcast games kopen. Dus ja, ik denk van, laat me eens gevarieerd doen. Dreamcast. Ja, dus ja, waar zullen we beginnen, Wouter? Ik denk precies mooi in het midden, maar... In het midden, oké. Okay. Ah, gewoon bovenaan natuurlijk. Nou, ik dacht dat je het nooit zou vragen. De eerste game, een must-have van Wouter. En dan moet Wouter mij even zeggen of ik hem goed hou. Ik moet op de stapel. Oh, weet je wat? We moeten wel efficiënt werken, hè? Tuurlijk. Perfect. Kijk, Gravity Rush. Of in Japan, en zoals ik hem liever noem, Gravity Days. Wat voor game is het, Wouter? Misschien zit het wel op de achterkant. Het is een hele leuke game die ik van jou moest hebben. Een hele vette Vita game, dat is denk ik geen goede uitleg. Ik heb... Hele vette Vita game. Een open wereld. Ja. Lastig. Ik heb geen idee hoe je het... Open wereld action adventure. Dat ja. Gravity Rush. Als je een PSP... Als je PS Vita hebt. Als je PS Vita hebt, moet je deze dan halen, Wouter. Vind ik wel. Als je deze voor een leuke prijs ziet, moet je hem gewoon halen. Wat hij eigenlijk alleen maar is. Het zijn allemaal alleen maar leuke games. Ja, ik bedoel, Gravity Rush vind je sowieso 15 euro overal wel. Meestal, zelfs ja. In de winkel. Dat klopt, ja. En de volgende game, en de persoonlijke favoriet van mij. Touch My Katamari. Ja, kijk al die leuke kleurtjes hier. En regenboog aan de achtergrond. En een zeppelin waar iets uitkomt. En het is zo blij, joh. Je wilt meteen gaan spelen. En ja... Touch My Katamari, ja. Ja, wat moet ik er eigenlijk over zeggen? Over Touch My Katamari. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Het is echt een game die ik helemaal niet heb gezien. Want het is echt vaag. Het is echt vaag. Maar goed. Ja, het is heel bijzonder. Kijk op YouTube of je het leuk vindt en probeer maar ergens te collecten. Als dat kan. En geef de game stiekem door aan Wouter, wat jullie niet zien, lieve kijkers. Hij legt ze op de grond. Maar, dat weten jullie niet, lieve kijkers. Knip. Maar de volgende game is alweer heel ironisch dat nog een Katamari game is. Myanmar Katamari. We hebben gewoon een Katamari fan gekregen hier. Ja, maar wat leuk is, maar dat heb ik jou ook nog niet laten zien. Dat hier eigenlijk nog stickers in? Nee, dat heb ik zelf mezelf laten zien. Ah, dat heb je zelf laten zien. Nou, dan niet, lieve kijkers. Maar wat heel leuk is, ik laat het toch zien, want... Het zijn mijn games. Goh. Ja. Het zijn altijd jouw games eigenlijk. Een vrolijk eilandkaartje. Ik heb echt geen idee wat je daaraan hebt. Maar ik zie een walvis. Ik zie een panda. En ik zie een roze olifant. Dus ja, ik denk van, nou weer wat. Ik laat het gewoon even aan jullie zien, lieve kijkers. Dat hebben ze wel gemerkt, denk ik. Ja. Myanmar Katamari. Nou ja, als je een PSP hebt en je vindt het leuk om er nog games voor te halen. Ik zou zeggen, haal hem, maar hij is niet makkelijk te vinden. Ik heb hem voor, is het $12? Ik zoek op of je de gameplay wat is, dan... Hetzelfde als met Touch My Katamari. Als je Touch My Katamari leuk vindt, vind je deze ook leuk. Want het is eigenlijk één en dezelfde game, alleen de controls zijn anders. Heb ik heel erg gemerkt. Maar goed, daar ben je wel aan. En de volgende game. En dan vind ik eigenlijk wel dat we naar een punt mogen aansnijden van mensen. Wat mensen doen bij used games. Mensen die doen wat op de voorkant van dit spel is gebeurd, die moeten we opsluiten en goede gamestickers laten opplakken. Als je een game haalt, haal alsjeblieft die stickers eraf. Echt. Haal die stickers eraf. Je ziet hier allemaal restjes van stickers en... Ja, en het wordt volgens mij aan de binnenkant... Nou, dit valt mee. Ja, je ziet wel een beetje, maar... Dat is nog wel redelijk te overzien, maar... Ja, nee, er komen nog games die er veel erger uitzien. En
Ja, ik weet niet. Ja, haal gewoon die stickers. Pak gewoon, weet ik veel, schilderstape of zo. En doe daar de prijs op. I don't know. Maar niet wat zoveel resten achterlaat. Darkstalkers, leuke game. Leuke fighting game. Hou je van fighting games, dan is het een must-have op de PSP. En dan moet je hem gewoon halen. Ik bedoel, hij kost iets van 10 euro of zo. Zie je alle restjes wel. En je gaat er een leuke tijd mee tegemoet. En de volgende game heeft eigenlijk geen uitleg nodig. Call of Duty Black Ops 2. Ja. Ja, ik heb eigenlijk, het valt me op eigenlijk dat tweedehands Black Ops 2 de duurste van alle Call of Duty's. Als je ook als je Ghost, zeg maar, tot Ghosts gaat, zeg maar. Ghost is goedkoper dan Black Ops 2. Wat ik eigenlijk raar vind, maar goed, ik heb hem voor 5 eurotjes kunnen binnenhalen. Met mijn werphengel. Met mijn, Dan heb je het over het duurste. Ja, ja, de ervaring, hè. Zit er hier nog wat leuks in? Nee, ik moet zeggen. Ik denk een CD en een heel klein boekje. Een heel klein boekje. Maar op zich, ja, het is Black Ops. In ieder geval wij eigenlijk niet te zeggen. Bekende volume, formule. Bekende kost. Volgende game. Deus Ex Human Revolution, de Benelux editie. Was eigenlijk in de veronderstelling dat hier meer spul bij zou zitten. Bij de Benelux editie. Maar volgens mij is dat de Collector's Edition, dacht ik. Er zit nog een artboekje bij en weet ik veel wat. Maar ja, Deus Ex. Een hele goede stealth game. In een futuristische setting. Ik heb hem eigenlijk nog niet gespeeld. Ik ben heel benieuwd hoe die speelt. En of het ook een must-have is natuurlijk. Want dat is altijd de vraag. Volgens mij heeft hij redelijk goed ontvangen, dacht ik. Oh jawel hoor. Er komt het tweede deel, Mankind Divided. En dat is eigenlijk Deus Ex. De volgende game die ons in ons geheugen gegrift staat. En te boek zal gaan als de beste atelier game ooit. Atelier Rorona Plus, The Alchemist of Ireland, in het plastic, dus geen stickers. Ik wil de verkoper op eBay bedanken, die er geen stickers op heeft geplakt. U-Rock, zou ik zeggen. Ja, Atelier, dat is echt een JRPG. Het is echt een JRPG. En dit is dan waar je op het moment de muziek van hoort. Niet van die versie, maar de originele versie. Ja, dat de remake is. Gemaakt door Koei Tecmo, Tecmo Koei. Gust. Uitgegeven door Gust. Of gemaakt door Gust, weet ik veel wat hoe ze het tegenwoordig doen. Maar goed, de plusversie. Atelier Games. Ja, moet je die eigenlijk sparen? Want Atelier Games zijn eigenlijk best wel. Er zijn echt duur. Sommige er zijn echt duur. Op zich, als je echt die games verzamelt. Ja, dan zou het wel leuk zijn. En als je het speelt dan en je verzamelt het, dan vind je het nog leuker. Maar. Ja, ik weet niet. Moet je dit verzamelen als een verzamelobject? Atelier Games. Ja, wat je wil. Het is wel een zeldzame serie, maar ik moet zeggen, ik haal geen games om ze niet te spelen. Tenminste, nee. De meeste niet. Of ik heb ze al wel een keer gezien of gespeeld. Of ik heb ze digitaal. Maar ja, Atelier, die wou ik spelen, omdat Wouter mij heeft aangesloten met die RPG-virus. Dankjewel, Wouter. Het is denk ik. Zoek de gameplay van op en dan. Is bekende kost voor de mensen die. Zoek de gameplay van op, zoek hoe de volgorde van games is. En, altijd belangrijk. En zorg dat je goede bankrekening hebt. Van de 6 games die in totaal zijn, kun je er 4 wel voor 20 euro vinden. Alleen de nieuwste 2 delen zijn iets prijziger. Precies. Tenzij je passief bent, want die vindt altijd wel ergens een deal. Ja, die haalt eerst plus en dan deel 2 van de tweede trilogie en dan. Mogen we kijken. Ik begin wel gewoon bij het begin, maar Basie, nee. Maar waar ik wel bij het begin begin, is Capcom, of Capcom, Classics Collection. Door Capcom. Als je dat nog niet geraden had. Ik wou niet zeggen, dat zou heel triest zijn als het niet door Capcom is gemaakt. Maar goed, een collectie vol met vette games, zoals 1942, 1943, 1943 Kai, Bionic Commando, Street Fighter volgens mij ook nog. En Street Fighter 2 Champion Edition. En Street Fighter 2 Hyper Fighting en Super Ghouls and Ghosts. Hij is ook op de PSP uitgekomen. En ja, als je echt van die collections houdt, die Classics Collections, moet je deze gewoon halen. Het is gewoon punt. Als je hem niet haalt. Punt uit. Ja, je bent een rund als je daar niet mee stunt. Oké.
Die knippen we eruit, denk ik. Yep. Dat zeg je, maar doe je het er niet eens. Nee. Geniet ervan. Ik monteer het niet voor kijkers. Ja. Wat ik niet heb gemonteerd, want daar was ik destijds te jong voor. De game Primal. Ah, ik laat hem even aan. De game Primal. Die heel goed is onderhouden, moet ik zeggen. Geen stickers of zo, of weet ik veel wat. Het ruikt zelfs nog nieuw. CD ziet er nog nieuw uit. Ik weet niet wat de persoon ermee heeft gedaan, maar... Chapeau. Ja. Ik weet het niet. Ja, het schijnt... De game is een soort mix tussen. Nee, dat was niet deze. Maar dit is voor mijn actieplatform of zo. 2002, dus het is een launch game. Door een Sony studio gemaakt, Sony Cambridge. Op zich, ik denk dat dit wel een leuke underrated game is die ik voor 2 euro heb gekocht. 2, 3 euro. Dat is wel een redelijke... Tenminste, ja, voor zover ik weet, ik vind hem underrated. Primal. Moet ik nog wel spelen, maar... Ik vind hem underrated. Ik heb hem nog niet gespeeld, maar hij is underrated. Met wat ik hoor van onze lieve vrienden van Metal Jesus natuurlijk. Waar ik Metal Jesus niet over heb gehoord. Ik ben echt slecht met bruggetjes maken. Maar dat is ook geen hidden gem bit. Nee, dit is gewoon eentje die ik leuk vind om op te pikken. Medal of Honor Warfighter, de limited edition. Die echt zo limited is dat je ze nog steeds vindt. Ja, precies. Wat is er dan zo limited aan? Behalve, nou ja, dit gedeelte dan. Nou, ik heb eigenlijk geen idee. Battlefield 4 beta toen de tijd. Ja, want iedereen was, het was meer zo van, koop Warfighter zodat je Battlefield 4 beta kan spelen. Het is best wel triest voor een game die er wel oké uitziet. Frostbite en alles. Dus ja, ik weet niet. Ik vind hem wel leuk, moet ik zeggen. Ja, nou ja, het is ook je generieke shooter, moet ik zeggen. En ja, het gaat om de multiplayer als hij niet aanslaat. Klopt. In de singleplayer niet. Je zijn sowieso niet meer denderen tegenwoordig van shooters. Nee, maar mocht je wel leuke singleplayer willen hebben... Of gewoon lekker willen knallen, dan is Medal of Honor Warfighter een hele goeie. Een keer iets anders. Want ja, lieve kijkers, naast de PlayStation 3 en een PSP en een andere consoles heb ik ook nog een Xbox 360. Met deze keer 99 Nights. Ik weet echt niet hoe die is gemaakt. Behalve dat die is uitgegeven door Microsoft. Niet of zo, niet idee. Pentagram en Q. Ja, nou, het ziet er heel erg Japans uit, moet ik zeggen, 99 Nights. Het is een soort van Dynasty Warriors, maar dan exclusief op de Xbox. En ik ben benieuwd of hier nog... Ja, heb je er weer zo heen. Iemand die zo de stickers erop plakt, dat sticker versmelt met een boekje, dat ze samen één boekje worden, dat vind ik niet... Nee. Nee, blijf gewoon van de stickers af, mensen. Hey, haal ze ervan. Dat ook. Maar doe jij voor mij, Wouter? Zo goed mogelijk. Heb je nog voor de rest wat erover te vertellen? Ik ben heel erg benieuwd, 99 Nights. Wat het is. Ja, het is echt een soort van Dynasty Warriors, zeggen ze. Ja, wat ook een soort van Dynasty Warriors is. Bullet Witch. Ja, ik weet niet. Ik vind de typografie, dus de letters en zo, ik vind het er niet echt eruit springen. Het is best wel een aparte game. De ene zegt dat het een hidden gem is. De ander zegt dat het niet, dat het gewoon kut is. Ik weet niet waar ik zit. Ik heb hem nog niet gespeeld. Maar wat ik heb gezien op YouTube denk ik van... Niet echt. Maar misschien vind ik hem wel leuk, lieve kijkers. Dan gaan we met liefde voor jullie let's playen. Toch, Wouter? Ik zou het best kunnen doen. Maar ja, ik weet niet... Ik zou wachten met deze halen. Anders moet ik zeggen dat, ja. Het is een beetje moeilijk is dat. Maar welke ik wel vet vond. En ik heb de andere Mac game heb ik teruggebracht omdat die halverwege vastliep. Dus een andere dan deze, Front Mission Evolved. Uitgegeven door Square Enix, dus dan moet ik het van Wouter automatisch meenemen. Nee, ik moest zeggen dat jij het mee moest nemen, dus heb ik tegen je gezegd. Ja, en ik heb hem meegenomen. Ja. Het is eigenlijk Mech Assault, Mech Warrior, Mech Assault-achtig gameplay. Dus je zit in een mech, je hebt een geweer en weet ik wat, je kan hem de mech aanpassen en er helemaal leuke dingen mee doen. Dat vind ik echt best wel vet, met mech schieten en weet ik wat.
En bij Armored Core vond ik dat ook wel leuk. Dus mocht je dat leuk vinden en fast-paced grote veldslagen mee willen beleven, moet je deze game halen. Ze hebben hem ook niet helemaal aangeslagen volgens mij deze. Nee, is hij ook niet. Ik vind hem best wel vet eigenlijk. En het is een Square Enix game en Square Enix games zijn meestal wel goed. Welke game ook goed is, tenminste die ik goed vind. Waarvan ik nog vandaag eigenlijk de Limited Edition heb gezien. Of de Anniversary Edition. King of Fighters 12. Natuurlijk gemaakt door de goede vrienden van SNK Playmore. Of SNK Playmore. Die ook bekend zijn om een Guilty Gear serie, dacht ik. Nee, niet Guilty Gear, Metal Slug. En ja, ik weet niet. Je hebt zeg maar Street Fighter 4. En dan zie ik dit. En ik vind dit vind ik eigenlijk veel vetter. King of Fighters. En ik zou graag een potje willen spelen tegen Damien. Het is geen uitdaging dit keer. Maar ik ben wel benieuwd hoe... Nee, maar toch daag je hem uit. Nee, ik vraag het hem wel aardig. Damien, mocht je dit filmpje zien? Ergens een keer, ooit, binnenkort? Dan, misschien. Precies. We noemen geen datum van vandaag, dus dan weten ze niet wanneer het is. Nee, dat het zondag is. Ik wou net zeggen, alleen het zondag is. We zijn niet welke zondag. Maar Damien, deze moeten wij een keer spelen en opnemen voor onze lieve kijkers natuurlijk. Ja, ik ga niet jouw woordje stelen. Nee, dat dacht ik. Ik ben benieuwd of hier ook... Kijk, hier word ik nog blij van. Helemaal geen stickers of zo, of weet ik veel wat. Geen online pass of gedoe, dat soort gedoe. Gewoon een goed onderhouden game, daar hou ik wel van. Waar ik er weer niet van hou, want dat zie ik hier ook wel. Wie iemand die stickers op heeft van dat lijmresten. Maar goed, Champions of Norrath. Ik heb echt geen idee hoe de game is. Ik zou het echt niet weten. Ik moet zeggen, ik zag het. En ik las op de achterkant dat het een soort van fusie is van EverQuest plus Baldur's Gate is awesome OPM. En dat betekent dat je ongeveer... Ja, dat je een beetje een dungeon crawler gaat krijgen. En ik dacht, de PlayStation 2, dungeon crawler, dan kan Champions of Norrath best wel leuk zijn. En met de multitap kan je met 4 mensen offline dungeon crawlen. En dat is ook wel, ik vind het wel echt een unicum voor games die, die op de PlayStation 2 zijn uitgekomen. Die dat dan toch ondersteunen. Dat zie je niet zo vaak. En een andere game die we de vorige Goodie dag, die ik nog moet uploaden. En die waarschijnlijk op dit moment al is geüpload. Natuurlijk, wanneer dit filmpje online komt. Oh, nou, nu moet het wel, hè? Ja, ik voel de druk, voel ik. Deel 2 van het eerste deel wat ik de vorige keer liet zien. White Knight Chronicles 2. Waar de originele White Knight Chronicles op zit. Natuurlijk wel een en ander verbeterd en aangevuld. Ja, nou ja, het is eigenlijk je typische RPG. Je JRPG. Eigenlijk een beetje vechten zoals in Final Fantasy. En... ja, dat is het eigenlijk wel. Helaas zijn de offline of online servers die zijn offline gehaald. Dus je kan helaas niet meer online. Maar voor de rest, ja. Het is ook een gemixte... Gemist, ja. Gemixte gedachten over die game. Ja. En vooral het online vonden ze goed. En dan halen ze dat juist offline. Dat ik denk van, ja, doe het dan andersom. Maar goed, dat kan dan weer niet. Maar ja, Why Not Chronicles is wel een collectible. Ik heb natuurlijk weer voor best wel weinig kunnen aanschaffen natuurlijk, zoals altijd. Maar ja, ik vind Why Not Chronicles mag niet ontbreken in je JRPG-collectie. Voor je PlayStation 3. Wat? Dat is mijn persoonlijke mening, Wouter. Ja, lieve kijkers, Wouter die kijkt me zo aan van... Passie. Ik ga 1, ik ga hem niet kopen. 2, ik ga hem niet leuk vinden. 3, ik ga hem niet spelen. En 4, combinatie van 1 tot en met 3. Dat is een redelijk goeie. Nee, dat is de goeie. Ja, ik vind altijd, dan moet je, als je het, kijk wat je ervan vindt. Ja, nou ja, dat is mijn mening. Als ik die game ga spelen en ik maak een eigen character aan, kan ik hem al niet meer serieus nemen van... Hey, dat is mijn hero again. Sorry. Maar waar Wouter wel heel goed in is, en die wel serieus neemt, Ghost Recon Future Soldier. Best wel een vette game, moet ik zeggen. Ik weet wel, op E3 had hij zo'n hele vette persconferentie waar die game werd getoond. En dat was ook, ja, zag er best wel vet uit. En hij speelde ook wel best wel goed weg, moet ik zeggen. Hele goede weapon customization, dat natuurlijk ook. Zeker. En ja, als je een goede third-person tactische shooter wil hebben,
dan moet je denk ik wel bij Ghost Recon Future Soldier zijn. Ja. En de laatste. Alweer een hidden gem. Dit is wel echt een... Dit is wel een beetje een game die je overal vindt. Voor een prijs waar je tegen zegt eigenlijk. Want ja, ik bedoel, volgens mij is hij best wel leuk. Zeg verkocht volgens mij. Ja, dat vooral. Want Brutal Legend. En Brutal Legend bevat heel veel referenties naar metal en rock. Eigenlijk rock en metal. Het is een game van Double Fine Studios. Ofwel Tim Schafer. De oude rotte ook wel bekend van Day of the Tentacle. Return to Monkey Island en text adventure gedoe. Maar ja, ik moet zeggen, Brutal Legend, heel slecht verkocht, ja. Ik heb hem op de PC, heb ik hem, maar... Jack Black volgens mij in de hoofdrol? Ja. Ozzy Osbourne komt er ook nog in voor. Lemmy, rest in peace. Helaas, maar Lemmy komt er ook in voor. Lemmy vind ik toch wel een van de kenmerkende heavy metal zangers. Ja, ik weet niet hoe je dat allemaal in hokjes moet stoppen, maar zijn stem is wel 1 uit 1000. En dat is deze game ook. Het is iets anders, maar helaas niet aangeslagen. En ik ben benieuwd of ik deze leuk ga vinden. Ik denk het wel. Maar... ja, de tijd zal het leren. En hij is toch voor redelijk goedkoop op te pikken. Dus ik zou zeggen, hoef je niet voor te laten. Wat je misschien wel zou laten. Maar oh, wauw. Dat ligt totaal aan jezelf. Wat is er? Ga je het laten zien? Ja, tuurlijk. Oké. Dat is natuurlijk een stukje gamegeschiedenis natuurlijk. Nou, niet gamegeschiedenis, maar ik hou wel van merchandise. En... ik zag deze bij niet nader te noemen gameshop liggen. Nee, niet die in de Achterhoek. Maar dit is eigenlijk Link uit Skyward Sword. Alleen dan de Figma variant. De Figma figuur. Figma figuur wat dan... verschillende beweegpunten heeft. Een action figure, want je verschillende punten waar je kan bewegen. Accessoires zitten erbij. Ja, en eigenlijk voor alles... Zoals de action figures vallen meer onder. Ja, en ik moet zeggen, Figma's zijn heel erg duur. Maar je ziet ook wel aan kwaliteit en afwerking dat het dubbel en dwars waard is. Ik wou zeggen, ik ken wel duurder, was. Ja, ik ook, maar deze heb ik voor de €30 met korting gehaald. En dat valt voor Figma, dat is wel een steal, denk ik. En ik denk van, Link vind ik wel vet. En ik denk van, nu neem ik die gewoon mee. En ja, moet ik zeggen, ook als je kijkt naar het doosje. Ik bedoel, het is gewoon, er zit geen glanslak op, maar wel goede kleuren. Er is geen vervaging qua kleuren. Het is gewoon netjes afgewerkt. Je kan achterkant natuurlijk Japans omdat het import is. Maar je ziet gewoon wat er mogelijk is met Link als Figma zijnde. Houdt het nog meer op wat voor nummer die is. Dus ook in de catalogus wat voor nummer die heeft. En wie hem heeft gemaakt. Max Factor. Gemaakt door Max Factor in uitgegeven Good Smell Company. Precies. Dus meeste zul je niet tegenkomen in gewone winkels. Maar game stores willen ze nog wel eens hebben. En ik moet zeggen, ik ben blij met mijn Link Figma. En natuurlijk, ik heb ook nog andere figures, andere poppetjes, andere figuurtjes. Maar die heb ik dan weer in zeg maar de verpakkingen van de game zitten. Zo heb ik ook nog een VR3 Alma statue. Waarvan de buik licht geeft als je er met een lamp op schijnt. Moet je het verhaal verkennen van Veer. Ik heb een Lara Croft figure heb ik. Lijkt een beetje op Figma, aangezien je er ook handen eraf kan halen en geweer bij een boog kan grepen. Heb ik nog meer characters? Volgens mij niet. Ja, en ik heb een hele grote Hitman pop met twee van die... Pop heb je toch ook? Zeg, hè? Popfigures of zo? Ja, ik heb ook nog popfigures. Dat ook nog. Niet echt vallen natuurlijk niet onder de Figma categorie, maar ja, toch wel van
Ja, ja, tof figures een beetje. Dus ik denk, precies, die ook wel noemen. Maar als we het over figures hebben, dan horen de popfigures er zeker bij. En de popfigures heb ik eentje, heb ik een Illuminated Emperor. Dus een beetje een hologramvorm. En ik heb verder heb ik nog een Vault Boy. Een limited edition Vault Boy, die ook glow in the dark is. En een gewone Lone Wanderer. Leo Vester. Zeg je? Mannelijke versie. Ja, de mannelijke versie van de Lone Wanderer. Ja, maar je ook een vrouwelijke versie hebt. Ik denk, zeg er even bij. Ja, die heb ik eigenlijk nog nooit laten zien, die popfigures. Misschien dat we dat in de volgende item doen. Dat kan. En ik zit me te denken. Ik ben gewoon wat vergeten. En zoals dat in de Achterhoek zit, en zeggen. En eigenlijk ook wel in Twente. Ik ben kats wat vergeten. Waar dan? Kijk, Wouter die weet het zelfs ook niet. Maar als ik het hem laat zien. Ja, dan weet ik het wel. Dat is het. Precies. Voor 5 euro. Ik dacht dat je dat wilde. PS Vita Travel Kit. Zoals jullie weten heb ik een PS Vita. Onlangs aangeschaft, maar ja, dat was eigenlijk alleen de Vita en verder geen hoesje, weet ik veel wat bij, koord. Nou ja, ik denk van, bij de plaatselijke speelgoedwinkel zijn we gaan kijken en eerst, tenminste, we troffen hem aan. Hij stond eerst op 30 euro, maar er stond ook 5 euro op. En nou ja, Wouter die zei van, die is gewoon 5 euro. Maar ik denk van, wie weet nooit. Ik bedoel, de winkels kunnen nog wel eens redelijk ruim nemen, een prijs. Maar ik heb hem toch redelijk gaaf, de doos. En dat vind ik ook wel eigenlijk wel bijzonder. Redelijk gaaf. En eigenlijk zo goed als nieuw heb ik een travel kit. Want onze lokale speelgoedwinkel heeft nog wel eens zijn eigen dozen weer neer te flikkeren en te denken, ja, voor een prijs waarvan je denkt van. Wat? Ja, maar ook de kwaliteit van de doos. Er zitten wel dozen van. Je denkt, dat is ook niet het nieuwste of netste. Klopt. Dus ik ben wel blij dat ik eigenlijk een travel kitje heb. Dat ik hem in ieder geval mijn Vita weer veilig kan opbergen. En eigenlijk, op zich, die travel kits en starter packs zijn aan te raden als je een console hebt. Of een handheld. En dan heb je gewoon wat basisdingen waarvan je wel even mee verder kan. Natuurlijk, en mocht je later zelf wat nodig hebben, dan bestel je het zelf altijd bij. Maar dat is een goed begin voor een leuke handheld. En ik zit even te kijken, heb ik nog meer? Nee, ik heb eigenlijk. Eigenlijk was dat het. Het is eigenlijk heel veel goodies. Beetje van alles. Vita, een Figma's, een Figma-character figuur. PS Vita titels, PSP titels, PlayStation 3 titels, PlayStation 2 titels, 360 titels. Dus eigenlijk voor bijna elk console wel wat. En zeker genoeg games om voor jullie te let's playen. Mochten jullie suggesties hebben, in de comments doen. En anders mag het ook naar ons sturen. Dat kan waarschijnlijk ergens op de pagina, op onze kanaalpagina ergens. Pas wel. Ja. Dat YouTube verandert zo vaak, dat houdt niet meer bij. Zet suggesties in de comments. Geef een duimpje omhoog als je het vet vond, als je het leuk vond. Je wilt eigenlijk nog meer van onze merchandise zien of spul wat we hebben bij elkaar hebben gespaard. Of games, collector's editions. Dat horen we graag. En dat filmen we ook graag voor jullie. En dan zien we jullie eigenlijk bij de volgende goodiedag die al sneller komt dan je zal denken. En dan kijk ik naar Wouter, lieve kijkers. En die schudt ja. Zou wel kunnen. En dan weet je dat het goed zit. Ik weet niet wanneer het sneller is dan normaal, maar dat weet ik eigenlijk ook niet. Waarom zeg je het dan? Ik probeer de kijkers altijd goede hoop te geven natuurlijk. Dat is gewoon volgende week weer. Precies, gewoon volgende week. Zelfde ronde, zelfde tijd, zelfde. Ik moet even kijken of we volgende week wel wat veel hebben. Ja, dat is best wel slecht. En ik kan wel zeggen, van daar kan ik wel voor zorgen, maar ik heb misschien wel een limited edition. Misschien. Nee, ja, misschien. Misschien heb ik wat. Dat weet ik niet zeker. Dat hangt er vanaf. Omdat ik van een Chinese webwinkel wat heb besteld. Waarvan ik hoop dat het aankomende week binnenkomt. En dan komt het in de goodiedag terug. En anders neem ik gewoon wat leuks mee. Er komen nog spel voor je binnen. En een geheugenkaartje. Dat misschien ook. Ja, dan hebben we zeker wel wat volgende week om het
Het is wel wat, het is wat kleinschaliger, maar dat mag de print niet drukken natuurlijk. De collectie edition? Dat ook. Maar ja, wie wil dat nou zien, lieve kijkers? Iedereen natuurlijk. Dus wij zien jullie, Wouter en ik, zien jullie de volgende keer. Zelfde tijd, zelfde locatie, zelfde dag, zelfde item. Iets betere belichting gaan we voor zorgen. Ja, daar moeten we ook nog wat voor doen. En ja, wij zien jullie de volgende keer bij een nieuwe Goodie Dag. Tot de volgende keer. I can take the pain to make you smile away.